En minister Patrick Pengel zal nu de scepter zwaaien op het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OETNC. De bewindsman zei vanmorgen dat hij zijn nieuwe functie met een dubbel gevoel heeft geaccepteerd, doordat hij de afgelopen jaren veel draagvlak heeft gecreëerd bij het ministerie van Volksgezondheid. Daarvoor is hij zijn staf en personeel heel dankbaar. Al hadden zij niet altijd dezelfde mening. Maar ook de andere actoren, vereniging van medici, het bestuur, de verzekeringsmaatschappijen, de ziekenhuizen. Soms leek het alsof we ruzie hadden, maar dat was niet zo. We hebben altijd gevochten voor de issues die we belangrijk vonden. En met de ondersteuning van mijn staf heb ik geprobeerd om mijn taak zo goed als mogelijk te vervullen. Dus vanmorgen bij het afscheid nemen van hun, viel het toch wel een beetje zwaar, dus ik heb het met een zwaar hart gedaan. Maar natuurlijk vol vertrouwen dat zij mijn opvolger bij het ministerie van Volksgezondheid ook dezelfde ondersteuning zullen geven. En stiekem hoop ik natuurlijk dat ik hetzelfde zal meemaken bij het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Dat is natuurlijk een heel ander ding. Het ministerschap op OETNC is een mooie klus die de president mij nu toebedeeld heeft. Maar ik ben ervan overtuigd dat de technische capaciteit aanwezig is op het ministerie, zegt Pengel. Vanwege mijn technische achtergrond is dit terrein mij enigszins bekend. Vanuit mijn achtergrond, mijn carrièreachtergrond, is het natuurlijk dichter bij huis wat het technische betreft. Maar van een minister wordt heel veel beleidsformulering en uitvoering, regulering, ordening gevraagd. Er wordt meer daarvan gevraagd dan dat er gevraagd wordt om een technische calculatie te maken. Dus ja, mijn achtergrond, ja, dat maakt het enigszins bekend. Maar de uitdaging blijft om ordening, regulering en bescherming te brengen. En ja, ik ben er wel van overtuigd dat de technische capaciteit er is bij het ministerie. Het is een heel groot ministerie, dus het overleg, met overleg en communicatie moeten we wel deze uitdaging aankunnen. En uiteraard voor een aantal zaken moeten we wel de financiën dusdanig veiligstellen dat de projecten die gedaan moeten worden, die uitgevoerd kunnen worden. Minister Patrick Pengel, hij zwaait nu de scepter op het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Hij sprak vanmorgen na de beëdiging van 5 nieuwe ministers op het presidentieel paleis.